Ik ben nu 26, dus ja, ik word nog steeds wel sterker. Dus dat merk je wel. Natuurlijk komen er ook nog jonge talenten binnen die, ja, die ook nog steeds doorgroeien. Maar ik ben, denk ik, op mijn 23ste of 22ste ben ik binnen de ploeg gekomen. 22 denk ik. En ja, sindsdien heb ik gewoon heel veel stappen gezet. En ja, dat zie je eigenlijk in elke renner die bij de ploeg is binnengekomen. We zijn eigenlijk een beetje op nul begonnen. En nu ja, staat de ploeg en sta ik waar ik, waar ik eigenlijk wil staan. Yes! Ik denk dat we gewoon bij deze ploeg hebben het heel goed voor elkaar. Als ik iets aangeef van ik denk dat dit en dit beter kan, dan wordt het gelijk onderzocht. En ja, gaan ze ermee aan de slag. Dus dat is voor mij wel echt iets van ja, ook wat, iets wat een doorslag geeft om, om hier te blijven. Ja. Met de helm proberen we zo snel mogelijk te zijn. Eigenlijk alles wat je met de tijdrit doet, dat ja, doe ik ook met sprinten. En dat moet ook zo snel mogelijk zijn. Het aeropak, de fiets moet sneller. Daar zijn we druk mee bezig. Ja, eigenlijk daarom wordt overal aan gedacht hoe we, ja, hoe we mij zo snel mogelijk in de sprint kunnen laten gaan. Per jaar wordt het eigenlijk nog steeds beter. En dat is tot nu toe aardig gelukt. Ja. Natuurlijk moet je ook kijken hoe het met andere ploegen zit natuurlijk, maar ik voel me hier gewoon echt, echt thuis en zijn we tot een mooi akkoord gekomen. En ja, ik heb hier alles wat ik wil hebben, dus ja, waarom moet je dan veranderen? Vooral het vertrouwen in elkaar, dat is gewoon heel belangrijk en ik voel het vertrouwen van de ploeg en ik denk ook dat de ploeg het vertrouwen van mij voelt. De jongens om me heen die het gewoon super goed doen en ook als je naar dit jaar kijkt, is dat gewoon, ja, staat er gewoon een super trein om me heen. En ik weet gewoon zeker als ik hier nog blijf dat ik gewoon nog verder blijf groeien. En, ja, die uitdaging wil ik graag met de ploeg aangaan. Ah, lekker man. Ja, ik denk dat ik nu wel echt op het niveau ben van een van de beste sprinters. En dat wil ik gewoon de komende jaren laten zien en bevestigen. Dus ja, gewoon zoveel mogelijk winnen is voor mij voor sprinten natuurlijk heel belangrijk. Maar er zijn nog genoeg mooie doelen zoals Milaanse Remo. Nog meer toerritten. Misschien nog andere grote rondes waar je ritten kan winnen. Dus ja, dat soort dingen zou heel mooi zijn.